like the olive tree. Just like you were meant to be. Doc Jazz. De liefde voor de chirurgie en jazz komen samen in zijn artiestennaam. Met zijn muziek en populaire website Musical Intifada vraagt hij aandacht voor de Palestijnse zaak. Dat hoofdstuk heette Het Palestijnse Vraagstuk. En toen ik het hele verhaal had gelezen, ben ik naar mijn moeder gegaan en ik zei, deze titel klopt niet. Want er staat boven het Palestijnse vraagstuk, maar er zou moeten boven staan het Israëlische vraagstuk. En waarom werd het, als u nu terugwerkende kracht, waarom werd het Palestijnse conflict genoemd en niet het Israëlische vraagstuk? Omdat het de bedoeling is dat wij het probleem zijn. Ja, het is de bedoeling van de grootmachten dat wij als het probleem gezien worden. En daarom heeft iedereen ook de kans om altijd maar te blijven zeuren dat er geen oplossing komt. En dat is altijd zo. Als je het echte probleem niet aanpakt, kom je natuurlijk nooit bij een oplossing. Maar u heeft in grote demonstraties die in het verleden in Nederland zijn gehouden, onder andere aan het Museumplein in Amsterdam, was u toch een van de mensen die op het hoofdpodium altijd het voortouw nam, de spreker. Deed u overigens altijd heel goed. Oh, dank u. Ja, dat vond ik. U had altijd een manier van om dat hele publiek toch rustig te houden. En heel inspirerend vond ik het ook altijd. Nog los van wat je zou denken van die zaak, vond ik het op zich altijd een inspirerende speech. Dus hierbij de complimenten. Dank u wel. Maar is er nooit een moment dat u toch moe wordt? Want als je het hebt over dat Palestijns-Israëlisch conflict. Ik hoor heel vaak van beide kanten het geluid om me heen van, weet je, het is zo vermoeiend. Er is geen oplossing. Een soort uitzichtloosheid. Wordt u er nooit moe van? Nee, want dit is een overlevingsstrijd. Het is niet een strijd om iets te winnen. Het is gewoon een strijd om te kunnen blijven staan als volk. Het is omdat het gewoon niet anders kan. Deze strijd is een noodzaak. Het is niet een expansionistische strijd zoals de Israëli's die voeren. Die zijn bezig met het vergaren van nog meer Palestijns land. Het nog meer onderdrukken van de Palestijnse bevolking. Het verdrijven van de Palestijnen. Dat is hun bezigheid al decennia lang. En in zo'n strijd, daar kan je misschien wel moe van worden. Maar ook zij zeggen, het is overleving, we moeten wel. Nee, dat is niet waar. Want als we dat niet doen en de Palestijnen het voor het zeggen krijgen, dan drijven ze ons de zee in. Ja, nou ja, dan hebben ze niet goed geluisterd. Dat is de Israëlische retoriek. Ja, dat weet ik. Kijk, elke dief die als een dief een huis steelt en hij wordt betrapt, dan heeft hij ook een verhaal. Dus het blijft een feit dat ze ons land gestolen hebben. En ze kunnen het ook niet ontkennen. En over dat ze kunnen wel doen alsof iedereen dat normaal moet vinden. En er zijn machtige mensen die fout genoeg zijn, moreel corrupt genoeg, om dat inderdaad ook goed te keuren. Ja. Maar dat betekent nog niet dat het daardoor correct is. Stelen blijft fout. Wat was het ook alweer? Land without people for people without land. Kun je nagaan, maar zo'n historische leugen. Ja, maar zo'n historische leugen. Hoe kun je dat? Kijk, ik vind nog steeds, de verkoper van die leugen, dat is een sluwe vos. Maar degene die erin trapt, die heeft echt iets aan zichzelf uit te leggen. Je hebt ook verantwoordelijkheid. Ja, dat is niet normaal dat je daarin trapt. Er is wel, zeg maar, een grote piek van zionistische agressie geweest in 1948... met een grote etnische zuivering. Dus je kunt die grote etnische zuivering van dat moment kun je zeker herdenken. Maar als je alleen die etnische zuivering herdenkt, en dan zou daaruit de indruk kunnen ontstaan dat het toen was en dat het daarna niet meer gebeurd is. En dat is een verkeerde weergave van de feiten. Want kun je stellen dat zolang de bezetting voortduurt, en dat er sprake is van een bezetting, daar kunnen alle partijen het over eens zijn, is er eigenlijk sprake van een catastrofe die maar doorgaat? Ja, dat is een manier om het te zeggen. Als je daarbij alleen focust op de bezetting. Want wat natuurlijk, als je het verhaal op die manier invult, volledig buiten beschouwing blijft, is het hele verdere beloop van die families van 800.000 mensen die toen zijn verjaagd. Waarvan een heel groot deel niet uit wat nu bezet gebied heet, afkomstig is. Dus wat mij betreft is zolang hun kwestie niet opgelost is, is er geen oplossing. Dus dan heeft hij het over de mensen die tijdens die Nakba verjaagd zijn van dat wat aan de andere kant van de goede kant van de groene lijn lag. Ja, want die zijn namelijk de meerderheid van de Palestijnen. Ja. De meerderheid van de Palestijnse bevolking is vluchteling.
om het helder te scheppen voor mensen die het niet helemaal zien, het plaatje. Dus mensen die wat je nu zou noemen Israëlische steden en dorpen, die daar vandaan komen. Noem ik bijvoorbeeld Jaffa, wat naast Tel Aviv ligt, onderdeel uitmaakt van Tel Aviv. Nou, zo zijn er nog een heleboel, maar ook steden als Haifa, Nazareth. Er zijn 530 dorpen verwoest. Die zijn gewoon weggeveegd van de landkaart. Dus die Op mensen, diezelfde plek is dan iets anders gebouwd, met een andere naam. En die mensen die wonen nu voor een deel in kampen, maar ook buitenkampen in landen als Jordanië, Libanon. Over de hele wereld verspreid. Ja. Die hebben het recht op terugkeer? Absoluut. Dat ligt ook in het internationaal recht vast. Dat wordt zelfs een VN-resolutie. Maar hoe realistisch is het om je daar nog aan vast te houden? Het is gewoon irrealistisch om te verwachten dat zo'n bazaal recht gewoon zomaar eens eventjes onder tafel wordt geveegd. Ja. Dat is pas echt irrealistisch. Maar als er iets is wat de Israëliërs in die afgelopen 65 jaar duidelijk hebben gemaakt, is die right of return, kun je echt vergeten. Nou, daarom hebben we ook een conflict met hen. Wij gaan dat nooit opgeven. Nooit, nooit, nooit. Onder geen enkele omstandigheid. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Hè? Dus stel, in de praktijk betekent dat zij nog steeds de landdiefstal die ze gepleegd hebben, dat zij daar nog steeds verantwoordelijk voor zijn. En dat zij nooit zomaar eventjes de wereld door de strot kunnen duwen, dat dit gewoon kant-en-klare kost is en dat het allemaal gebeurd is. Dat is natuurlijk wat ze willen. Nogmaals, een dief die een huis inneemt en de bewoner verjaagt, die is van plan om dat huis te houden. Dus zolang die verjaagde bewoner... Kijk, het is gewoon heel vreemd eigenlijk om dan tegen die verjaagde bewoner te zeggen van... Ah, voor de lieve vrede, zeg nou maar even dat het gewoon niet meer je huis is en dat het gewoon klaar is. En dat ze verjaagd zijn, dat kunnen we wetenschappelijk aantonen. Dus daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Dat een Nakba heeft plaatsgevonden. Er is 50 jaar gepoogd door de Israëli's om die waarheid ook te verdoezelen, totdat de nieuwe historians in de jaren 90 daar een einde aan maakten. Ik zit toch even te kijken, want je kunt dan twee dingen doen. Je kunt dat als Palestijnen blijven zeggen. Maar in de praktijk, wat betekent dat? Dat iemand, de derde generatie die, ik noem maar wat, in Libanon, Jordanië is opgegroeid, gaat terug naar steden die er niet meer zijn? We gaan er niet intrappen om een fait accompli, wat zij gewoon als fait accompli willen neerzetten. En dan met dit soort rationaliseringen is echt Palestina niet verkocht, hoor. Maar wat dan? Of kun je zeggen van, we willen een compensatie in geld? Nee, dat vind ik onzin. Kijk, het gaat niet om compensatie in geld. Het gaat om landroof. En er kan niet in een tijd waarin wij zeggen, hè, en dat is wat we zeggen. We zeggen dat er een internationaal recht is. Ik ga je even onderbreken, maar kun je landroof, dat kun je niet meer terugdraaien. Wie zegt dat? Nee, kun je dat terugdraaien? Dus je kunt wel land roven, dat is namelijk normaal. Dat is niet normaal. Vanuit de manier waarop je die vraag stelt, is dat een gegeven wat we zelfs moeten accepteren, waarvan we zelf zouden moeten zeggen van, nou ja, kijk, het is nu eenmaal zo. Maar je kunt niet zeggen, wij gaan een landroof ongedaan maken, want dan is het onrechtvaardig. Maar hoe zie je dat dan? Want intussen zijn er daar op dat land, wat voor een, dat groot is, zijn er intussen ook in die 65 jaar drie generaties mensen geboren. Israëlische Joden, die zeggen, dit is het enige land dat ik ken. Wat doe je dan met hen? Er is internationaal recht. En deze principes van het internationaal recht moet je naleven. Die moet je ook naleven op een niet gecorrumpeerde manier. Niet zo van, nou ja, er is een machtigere kant. Dus die geven we het voordeel van deze vergelijking. En daar zien we een paar dingen door de vingers. Zo werkt het niet bij misdaden. De nazi's hebben ook geboet in het Nuremberg-proces. Ze hebben misdaden gepleegd. Er is ook niet gezegd van, nou ja, weet je wat, het is al gebeurd, het is klaar. Ja. Dus, en we hebben de oorlog gewonnen, dus laat ze maar lopen. Het werkt niet zo. Voor misdaden, als je zegt dat er een internationale rechtsorde is, dan betekent dat automatisch dat die rechtsorde alleen maar bestaat als die ook ten uitvoer wordt gebracht. En als die on hold staat, zoals de Israëli's nu door politiek gelobby al decennia lang klaarspelen, dan moet de fout daarvoor niet naar de Palestijnen worden teruggespeeld dat wij te veel eisen. Ja. We eisen niets wat niet van ons is. Dan moet er gezegd worden, er is een corrupt systeem wat aan machthebbende mensen de macht geeft om dingen die door het internationaal recht bepaald zijn uit te stellen, niet uit te voeren. Dat is dan de realiteit. En waarom is die realiteit statisch? Goeie vraag. Dat hoopt Israël natuurlijk, dat die realiteit statisch is. En ik ga er absoluut vanuit dat dat helemaal niet zo is. Ik weet zelf zeker dat deze realiteit niet statisch is. En ik weet zeker dat deze vorm van machtsmisbruik uiteindelijk ten val komt. En als die ten val komt, is het hele verhaal van hoe lossen we het op, opeens een open deur geworden. Want het gaat niet om de verdrijving van mensen die daar nu wonen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat een racistische ideologie verslagen wordt.
En die versla je eigenlijk door het tegendeel ervan, door een coexistentie. Net zoals Zuid-Afrika. En daarom is iedere... Eén-staten-oplossing. Natuurlijk, iedere serieuze Palestina... Daar bent u voor, één-staten-oplossing. Ja, absoluut. Het is niet alleen zo dat ik daar alleen voor ben. Iedere serieuze Palestina-activist is voor een één-staten-oplossing. En toch is... dat is namelijk ook altijd zo geweest tot het Oslo-proces. Ja. Voor het Oslo-proces was er niemand die over die twee-staten-oplossing sprak. Klopt, want nu lijkt in ieder geval, als je het geluid aan de Israëlische kant mag geloven, hoor je steeds vaker het geluid dat zegt, een één-staten-oplossing niet haalbaar, een twee-staten-oplossing. Kijk, nogmaals, de dief heeft altijd een verhaal. De dief is altijd bezig om te proberen om zoveel mogelijk van wat hij gestolen heeft te behouden. Ja. Je kunt ook niet van een dief iets anders verwachten. Dus dat geluid wat je daarna van die dief hoort, de enige fout die je kunt maken is om dat serieus te nemen. Om dat als een normaal standpunt te beschouwen. Als ik de politieagent ben die naar die situatie toe gaat, naar dat huis toe, en ik heb degene die het huis in heeft genomen, staat daar buiten zijn zaak te verdedigen, en de familie staat buiten en die zeggen van, hey, hij is de dief, hij heeft ons land gestolen. Dan is de grootste fout die ik als politieagent kan maken op dat moment, is om mee te gaan in het verhaal luisteren van die dief. Naar de dief. Die dief zal altijd een verhaaltje hebben. Die zal altijd een mooie smoes hebben. En die zal ook zeggen, het is niet haalbaar. Ik heb mijn piano al, mijn vleugel staat al in de voorkamer. Ik heb al het is ingericht. Een paar maanden geleden heb ik hier wat Afrikaantjes geplant. En die heb ik elke dag water gegeven. Ik heb het huis mooier gemaakt. Ik heb het huis mooier gemaakt dan het was toen het kwam. Dat maakt nog niet die diefstal correct. Als je ziet hoeveel resoluties er liggen als het gaat om de Palestijns-Israëlische kwestie, die niet worden nageleefd. Ja, allemaal worden ze niet nageleefd. Kijk, het punt maar is niet... Maar kunt u oprecht nog vertrouwen hebben in dat internationale rechtssysteem? Het gaat of houdt u zichzelf voor de gek? Nee. Het gaat niet om vertrouwen. Dit is niet een kwestie van vertrouwen. Dit is een kwestie van, je hebt een recht. Dat recht is iets waar geen stuk papier voor nodig is. Dat is namelijk een natuurlijk, onvervreemdbaar recht. Net zoals het recht om te ademen. Mm-hmm. Zo natuurlijk is dat. Dat het land waar je al generaties woont jouw land is, is vanzelfsprekend. Ja. Is ook verankerd in het internationaal recht. Dat zo geldt voor volkeren. En dan dat is klopt, er dus een apparaat. Maar uiteindelijk moet er iets uitgevoerd worden. Er is dus een apparaat wat de wereldbevolking in elkaar heeft gezet om die rechten tastbaar te maken. In documenten, in geschriften. Dat wordt dan vervolgens daar neergelegd. Ook al verzaakt dat apparaat zijn functie, dan nog zul je zo'n bestaand document altijd vast moeten houden. Je gaat niet zeggen of je het vertrouwt of niet. Los van of ik het vertrouw of niet, de uitvoering ervan, is dit een document wat ondersteunt wat ik wil. Ja. En dus ga ik dat document niet verloren laten gaan. Zodat de Palestijnse kwestie door zijn langdurigheid en door het karakter van een invasie, waar we in Palestina mee te maken hebben, is een invasie van de Arabische wereld van buitenaf. En die invasie is niet voor die regio te neutraliseren. Die is niet makkelijk te normaliseren. Er worden wel heel verwoede pogingen toe gedaan. Er worden ook van Arabische kant helaas aan meegewerkt, steeds meer. Maar voor de gewone man in het Midden-Oosten gaat dat niet snel gebeuren. En door dat specifieke aparte karakter van de Palestijnse kwestie, zal die toch altijd op de agenda blijven op een aparte manier. Zal toch altijd losstaan van de rest. En een speciale aandacht krijgen los van de rest. Nou kijk, het leeft altijd in de harten. Net zoals wat ik eerder zei over die koffiehuizen. Dus je zult altijd iemand aantreffen die zegt, die zit verder gewoon in een koffiehuis. Om zich af te zetten tegen de Joden, toch? Soms ook een goedkope manier. Nou, nee? Die opmerking begrijp ik helemaal niet. Nee, maar wat ik bedoel is, want u zei eerder, mensen in de koffiehuis roepen van alles, maar doen niks. Mm. Mijn ervaring is dat in de Arabische wereld het soms heel makkelijk is om Israël als de aartsvijand te zien, zonder dat het ook maar iets betekent om niet nee, maar Israël aan de is eigen de aartsvijand, dingen. Dus dat is heel, heel, heel realistisch. Het is realistisch om dat zo te bekijken. Het is een vijand die hen ook daadwerkelijk bedreigt. Dus dat is geen soort van excuus. Maar dat heeft niet te maken met de manier waarop u het formuleerde. Dat u zei, even lekker afgeven op de Joden. Dat past niet in dit verhaal. Nee, maar iemand in Abu Dhabi of noem een ander willekeurig land.
Snapt hij echt de Palestijnse zaak? Ja. Dat bedoel ik meer met afgeven. Oh, dat is mijn vraag. Maar wat ik dus eerder ook bedoelde, waarom die Palestijnse zaak speciaal is in vergelijking met al die andere zaken en hoe ze zich ook ontwikkelen. Die Palestijnse zaak zal altijd een essentiële plaats hebben op die agenda. Dat is echt de zaak gesnapt, die iedereen dat snapt. Dat is wat u zegt. Dat is de zaak die iedereen snapt. Van de Maghreb tot helemaal aan Irak en verder ook tot aan tot diep in Azië en Oost-Azië. Ja. En ik zal u nog één ding vertellen in deze context. Wat echt heel belangrijk is. En hoe meer Nederlanders nu naar mij luisteren, hoe beter. Deze sympathie voor Israël die Nederland heeft, daarmee zijn ze een vreemde eend in de bijt aan het worden in de wereld. Mm-hmm. De hele wereld staat achter Palestina. Er zijn een aantal kleine maar zeer machtige landen. In bevolkingsaantal klein in de wereld, maar in macht heel groot, waar een cultus wordt gecultiveerd van steun aan Israël. Maar de rest van de wereld kent de waarheid. De rest van de wereld staat achter Palestina. Dat is ook de reden waarom die resoluties allemaal zo uitvallen en waarom geen één resolutie eigenlijk Israël ondersteunt. Dat heeft niet te maken met, zoals Israël dan zegt, dat de wereld gewoon antisemitisch is. Dat is allemaal. Die is te makkelijk. Dat is allemaal alleen maar bangmakerij en rationalisatie. Ja. De echte waarheid is dat de Palestina-solidariteit, niet alleen in de Arabische wereld, maar in de hele wereld, is de Palestina-solidariteit het toonaangevende geluid. Maar en Nederland doet heel raar met haar Israël-sympathie en moet er gewoon mee ophouden. En wat mij toch weer verbaast, en dat legt u eigenlijk heel goed uit, die VN-resoluties. Ik verbaas me er toch ook, ik betrap mezelf er ook op, dat ik soms toch denk, die VN-resoluties, en dat je er zo snel overheen stapt. Terwijl je eigenlijk steeds terug zou moeten kijken en zeggen, maar dit zijn de feiten. Er zijn landen binnengevallen en plat gebombardeerd op basis van VN-resoluties. Ja. Dus aan de ene kant van de medaille is de VN-resolutie het perfecte excuus, waar dan ook iedereen meteen intrapt. Precies. En dan zeg je van, ja, maar het is een VN-resolutie. Oh, oké, dan doen we het. En met die legitimatie zijn landen echt met de grond gelijk gemaakt. Met hoeveelheden tonnen TNT waar je koud van wordt. En tegelijkertijd staan er resoluties op een andere plank. Waarvan iedereen zegt, oh ja, de resoluties. Laat ze maar verstoffen. Ja, kijk. Behoorlijk hypocriet. Dat is ook enorm hypocriet. Dat is wat ik eerder ook zei met dat er de totstandkoming van Israël is gebaseerd geweest op een corruptie, dus op een bedrog. En ook de instandhouding ervan is alleen maar mogelijk doordat diegenen die de touwtjes in de handen hebben bereid zijn om voor de doelen waar zij dat ook maar voor doen, die corruptie voor te zetten en goed te houden. Nee, ik wil juist aangeven dat de situatie ernstig is. In toenemende mate ernstig is is gebleven en ook in de komende tijd steeds maar ernstiger zal worden. Ja. En dat het juist tijd is dat mensen eens een keer gewoon die geschiedenis goed gaan bestuderen, op een normale manier. Even vergeten hoe ze zijn opgevoed op school. Ja. Even die hersenspoeling eventjes een beetje uitspoelen. Kortom, het wordt tijd om in de woorden van Bob Marley te spreken, te zeggen, mensen, get up, stand up. Get up, stand up. Destiny.